Ja, in de polder. En met semi hardlopen outfit. Want kijk, ik heb een wandelbroek aan. Een broek waarmee ik wandel. De bergen meestal. Maar ja, dat komt omdat dit de eerste dag is dat ik weer ben gaan rennen. Ik ben weer terug. En want die wandelsport, ik vond niks. Ik vind niks aan. En en mijn blessure is ook die laat niks meer van zich horen. Of ik moet eigenlijk zeggen, het is de eerste dag. Want gisteren voelde ik nog wel wat. Dat ik niks meer voel. En daar heb ik op gewacht. Ik heb wel steeds een stukje gerend met de hond. Dus tijdens het uitlaten van papi. Die daar. En dat ging, voelde ik gewoon in ieder geval dat het steeds minder werd. En, maar ja, het zat er gewoon nog tot gisteren. Ik voelde het dan wel echt nog heel minimaal. Maar ik denk, ja, ik wacht gewoon echt tot het helemaal weg is. En dat is voor elkaar. Godverdomme, door mijn haar lang, jongens. Ik moet naar de kapper. Ik voelde dus vanmorgen helemaal niks. En een beetje getest nog uit bed. En, ik ben gaan rennen. Ik heb net dit stukje gehad. Ben met de fiets gekomen. Het eerste stukje weg. Heb ik nog maar even niet. Want dat is saai. En dus ik heb net, wat is het? 2 kilometer. Maar ik heb het in 3 etappes. Dus steeds 500-600 meter. En dat gaat goed. Ik voel niks. Helemaal niks. Dus en dan ook een beetje krachtoefeningen. En kijken hoe dat hoe het op de terugweg gaat. Misschien dat ik straks nog een stukje film. En ik ga nu nog een stukje filmen. Ik vind het zo eng. Stel voor dat ik het weer ga voelen. Het mag al een beetje. Ik moet meteen stoppen. Ik hoop natuurlijk nu dat het gewoon helemaal weg is. Maar kijk, ik ben zo bang omdat de vorige keer het ineens hard terugkwam en ik zomaar weer 2 weken achterop was met revalidatie. En een stukje zo. Dus dat hoop ik dat dat echt anders gaat nu. En dat het goed blijft gaan. Maar ja, ik zal het sowieso op doel bouwen. En dat is denk ik ook maar een beetje positief blijven. Ook een kans, want ik kan weer helemaal van voren aan beginnen. En ik ben natuurlijk mijn conditie niet kwijt. Misschien een beetje, ik ben een beetje dikker geworden. Dus, maar dat zal allemaal wel weer snel afgaan. En je echte conditie, die heb je zo weer terug. En ik heb na iets van 4 weken bijna niks gedaan. Dus dat valt nog mee, maar... ik voel me wel. Ik voel me niet echt gezond meer hoor. Maar, ik ga gewoon weer helemaal rustig opbouwen. Het voordeel daarvan is, denk ik dan maar. Want ik ben natuurlijk gaan bedenken: ja, waarom komt dat nou weer? Waarom heb ik nou weer een blessure? Ik weet niet echt, maar wat ik wel weet is dat er zat te weinig structuur in mijn trainingen. En ik probeerde te veel. Dus van alles, allerlei dingetjes proberen. En een sprong van 50 kilometer per week, 60 geloof ik hooguit, naar ineens 100. Dat is ook niet echt heel erg slim geweest. Dus even wat meer structuur is mijn plan. En... meer structuur en een betere opbouw. En dat kan ik nu gaan doen, want het moet wel. Als ik niet rustig opbouw, dan ben ik sowieso de Sjaak. En dat wil ik. Ik wil helemaal geen Sjaak zijn.
Ik gewoon rafster met papi keihard door de polder. Dat is wat ik wil. Dus daar gaan we weer naartoe. Terug naar knallen. Knallen door de polder. En ik geef mezelf een maand. En dan ben ik er weer. Of misschien wel twee. Ja, dus dat betekent... Oh ja, dit is leuk. Hè? Het is lente, ik mag hier eigenlijk helemaal niet komen. Een losse hond. Met hond zonder riem. Maar ja, moet toch even. Ik kan niet maken om dat niet te doen. Voor die hond niet. Kijk, hier zitten een paar ganzen. En de rest is weggejaagd door papi. Nou, papi, kom maar. Nee, kijk, ze zijn al zo aan papi gewend. Papi, kom maar. Ik weet eigenlijk niet waar die is. Papi! Nou, er is iets interessants tegengekomen. Dat zal wel een haas zijn. Hey! Waar is mijn hond? Daar helemaal. Papi! Hey! Papi! Ja, dan heeft hij dus iets geroken. Het is hier net even te veel. Oh, daar zitten twee zwanen te broeden. Dat is wel een goede plek. Nou, kom hier! Ja, het is broedseizoen. Dat had ik ook eigenlijk niet moeten doen. Dit. Kom hier! Duurt te lang, hè? Kom hier! Hey, kom! Gewoon weglopen werkt meestal. Dan krijgt hij verlatingsangst. Dan heeft hij niks meer te vergeten. Hier heb je hem al. Dan denk ik, mijn broekjes. Ja, het is broedseizoen. En dan leggen alle vogels een ei. Hè? Het is in mei. Dat is het nu. En jongens, ik heb gewoon een beetje vet hoor. Hey. Ik weeg denk ik een paar kilo meer. Dat is niet goed, jongens. Nou, ik ga maar wat buikspieroefeningetjes doen. En wat dan was ik mee bezig. En dat viel niet tegen. Ik heb gewoon bijna dezelfde set als 4-5 weken geleden. Achter de rug. Dus daar ga ik er nog maar een paar van doen. En dan ga ik maar terug nu. En dan doe ik straks nog eventjes een... het eindverslag van de eerste loop na blessure nummer 4. Ik heb Achillespees blessure gehad. Nou, ik heb wel eens een beetje een lopersknie gehad, maar dat is meestal na een paar dagen weer over. Daar heb ik echt lang last van gehad. Oh ja, ik heb iets in mijn heup gehad. Slijmbeurs. Heeft ook niet zo lang geduurd. Gewoon mee door kunnen lopen. Eigenlijk is de Achillespees de enige nare blessure geweest. En toen kon ik dus ook niet lopen. Bijna niet. Het is een beetje gesmokkeld. Maar, en deze. Nou, als het hierbij blijft, als ik nu weer, dan vind ik het niet zo. En dat zijn er dan drie en dan heb ik nog iets gehad. Ik weet niet meer. Ja, of niet. Ja, drie blessures in ieder geval. Zover als ik weet. Maar ik vergeet nog wel eens wat, dus neem me niet kwalijk. En tot zometeen, dan doe ik nog even een verslag van de terugweg. Want ik ga terug. Het is verschrikkelijk. Ik ben nog geen 2 kilometer onderweg en ik moet al terug. En dan pak ik mijn fiets en is het gedaan voor vandaag. Maar dan weet ik wel of dat kan. En volgende keer een beetje weer. Zo ga ik het opbouwen. En dan hoop ik dat ik niet ergens de verleiding niet kan weerstaan, gewoon ineens. Dus ik moet het echt opbouwen, totdat ik er weer ben. En dan gaan we weer een beetje intervallen. Zo.
Nou, dat was hem. Kijk, dat stukje gedaan. En dat ging goed. Dus terug ook niks gevoeld. Dus nou ja, ik had natuurlijk wel aan het eind het gevoel, god, het kan wel wat harder en het kan wel wat langer. Maar ja, ik ben er nu. Dus dat gaan we niet doen. En we zien het volgende keer wel. Hoeveel langer dat kan. En ik ga dan gewoon, nou, ik zat net te denken, twee keer dit doen. Maar ik, misschien is dat niet verstandig. Ik voel wel echt helemaal niks meer. Maar ja, rustig opbouwen. Ga eens een schemaatje uitschrijven. Zometeen. En dan weet ik een beetje wat ik moet doen. Want ik wil over een maand of zo. Dus nou ja, even kijken. Stel dit nu. 2-3 kilometer. Ik heb het niet opgenomen. En dan 6. Dan nog een keer 6. Nu meteen een tweede een grote stap. En dan nog een keer een stapje terug misschien. En dan wat sneller. Zoiets. En dan weer een stapje voorwaarts. 2 weken. Dan een rustig weekje. En dan de 4e week. 10, 12. Nou, dan zou ik dus weer op mijn niveau zitten. Maar dan heb ik alleen nog maar geïntervallen. Want dat ga ik wel doen. Steeds intervallen. En dan moet ik daarna, dat gaat toch wel 5 weken worden. Ja, en daarna ga ik dan voor het eerst 5 achter elkaar. Of moet ik dat alvast tussendoor doen? Nou ja, ik ga dat schemetje eens eventjes uit zitten denken. Ja, dat ga ik doen. Ja, een beetje intervallen, maar ook die afstand opbouwen. Dus de ene keer is het interval en de andere keer is het één lange loop. Dus laat ik eens beginnen met 2 en naar 3. Dus die mix ik in de komende week steeds. Ja, dan doe ik het allebei tegelijk. Nou, prima. Tot volgende week. Kijken waar ik dan ben. En misschien gaat het wel veel sneller. Oké, tot volgende week.